Hallo, is er al iemand? Ik wacht even tot er meer mensen meekijken. Ik wacht nog even af tot er meer mensen kijken. Dus je moet nog heel even geduld hebben. Ik ga met deze stanzen aan de slag. Alle twee tekststanzen. Misschien heb je al wel eens zulke soort stanzen gezien. Deze hadden we ook met een kersttekst. Daar ga ik mee beginnen met deze. Ik heb al even wat voorbereid. Bij deze stans heb je de tekst van harte en gefeliciteerd. En deze gefeliciteerd heb ik al uitgestanst. Ik zal even uitleggen hoe ik het gedaan heb. Ik heb zo'n handige liniaal met allemaal blokjes. En die blokjes zijn allemaal 1/2 centimeter. Die heb ik zo aan de onderkant van de kaart gelegd. Even wat naar boven schuiven. Dan zie je de tekst er niet doorheen. En dan zo 3 rijen met blokjes heb ik aan de onderkant van de kaart gelegd. En daartegenaan, tegen de liniaal aan, heb ik de stans gelegd. En even vastgezet met tape. En toen heb ik hem uitgestanst. Deze is dus al uitgestanst. Als je hem gaat stansen, dat staat ook op de verpakking aan de achterkant. Er staat hier tip: het snijdt beter als de tekst enigszins schuin door de machine gaat. Dat betekent dat je dus even je papier en je stans zo een beetje, ik moet mijn platen recht leggen, zo een beetje schuin moet leggen. En dan straks nog een keertje zo schuin als je hem door de machine haalt. Je moet even uitkijken dat er geen karton te erg uitsteekt. En daardoor moet je hem ook maar een klein stukje in de machine draaien en dan weer terugdraaien. Zo stanst hij makkelijker uit. En heb je een wat bredere machine, dan zou je hem eventueel natuurlijk ook overdwars kunnen leggen. Of als je alleen de tekst uitstanst, kan hij ook overdwars. Overdwars stanst hij sowieso wat makkelijker uit. Maar de tip is dus om ietsjes scheef te leggen. En hem dan uit te stansen. Omdat het nog een gepeuter is met al die lettertjes eruit halen, heb ik hem alvast uitgestanst. Kijk, dan heb je hier dus de letters eruit. En dan moet je even die binnenvormen bewaren. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld letter E. Die even aan de kant leggen. Daar zit hier nog dat binnenkantje van de E in. En die ga ik straks op de kaart weer helemaal terug plakken. Dus die moet je dan even bewaren. Dan ga ik nu die tekst van harte, de pop-up tekst, ga ik uitstansen. Ik weet niet of je het goed kan zien, maar er zit hier natuurlijk een vouw in de kaart. Dit zijn mijn eigen kaarten, die zijn eigenlijk vierkant, maar die heb ik rechthoekig gesneden voor deze kaart. Deze stans heeft twee inkepingen aan de zijkanten. En je moet zorgen dat die inkepingen bij de vouw zijn. De camera zit er een beetje tussen, dus ik hoop dat ik op de juiste plek zit. Dan zet je het vast met tape. En je moet natuurlijk ook even opletten dat je tekst niet op zijn kop staat, maar dat spreekt voor zich. Je zou ook eerst deze stans kunnen uitstansen en dan later die stans van gefeliciteerd. Kijken waar die andere plaat liggen. Oh, hier. Dan ga ik deze dus zo door de machine halen. Volgens mij ga ik heel erg wiebelen. Sorry daarvoor. Ik zie jullie helemaal misselen.
ga je dus al die tussenvormen er tussenuit halen. En dan kun je langzaamaan de tekst zien ontstaan. Van harte. Zo. Die E valt nog niet zo op en die V ook nog niet. Maar die laten we er straks even uitsteken. Dan is het handigste om de vouwen die hier aan de bovenkant van de letters zitten en aan de onderkant, om die nog eventjes te rillen met een rilpen. Zo, hij hoeft helemaal niet aan tot het einde van de kaart, maar tot nou ja, waar de E ophoudt eigenlijk. Die tekst komt dus naar voren. Dus het handigste is om hem eerst eventjes zo te vouwen, zodat die vouwen al een beetje erin zitten. En dan doe je deze hier aan de zijkanten. Doe je zo een beetje achter de vouwen, zeg maar. En dan moet je even een klein beetje helpen. En hier even met beleid. Een beetje voor vouwen. Nou, dan gaan we heel voorzichtig. Zo. En wanneer je hem dus uitvouwt, dan krijg je dit. Dit ga ik in een kaart plakken. Nu zijn deze kaarten nog even groot. Maar ik vind het leuk als er rondom een klein randje van het... dit is vanille, de kleur vanille die ik hier heb gebruikt. Als er dus nog een klein stukje vanille rondom te zien is. Dus dan ga ik aan alle kanten even een stukje eraf snijden. Dat zou je ook van tevoren kunnen doen. Dat je hem eerst bijsnijdt. Dat doe ik een beetje op het oog. Snij een paar keer, want in één keer dan ga je er meestal niet doorheen. En als je probeert in één keer doorheen te snijden, dan zet je ook vaak heel veel druk op je liniaal, waardoor je veel meer kans hebt dat je liniaal verschuift. Passen of hij mooi verdeeld is. Ja. Dan ga ik hem erin plakken. Pak eerst de ene kant erin.
ga ik de andere kant erin plakken. Zo. Even kijken, dan ga ik hier een plaatje plakken van mijn witte rozen. Die vellen zijn vrij nieuw. Ik zal niet zeggen de allernieuwste, want de allernieuwste die is onderweg naar mij. Er komen weer nieuwe knipvellen aan. Die introduceren we op de Knotsgekke Kaartendagen. Daar staan we van 17 tot en met 19 februari in de Brabant Hallen van Den Bosch. Je kan daar nog kaartjes voor winnen. Als je straks hier uitgekeken bent en je gaat naar mijn Instagram pagina, dan kan je reageren. Dan zie je ergens een foto dat ik zit te demonstreren met stempelen. En nou, als je daarop reageert, dan kan je kans maken op kaartjes voor de Knotsgekke Kaartendagen. Je ziet hier de lijm er nog doorheen, maar dat trekt weg. Dan had ik hier nog foam liggen. Plaatjes had ik al uitgeknipt. Scheelt weer tijd nu. Maar er komen dus nieuwe knipvellen. Misschien heb je wel die schets met dat beertje op mijn Instagram gezien. Het worden dus beertjes die aan het zwemmen zijn. Maar daarover een andere keer meer. Zo. Nog een beeld. En zijn er hier mensen die naar de Knotsgekke Kaartendagen gaan? We hebben er wel weer zin in. Het is wel weer spannend. Het is altijd weer onzeker in deze tijden of het te druk zal worden. Ik heb uit dat knipvel met die rozen heb ik ook de ringen geknipt. Die ga ik hier plakken. Het foam is iets te groot. Dan ga ik even door de tweeën knippen. Dat is over 2 weken, hè, de Knotsgekke Kaartendagen. Zo, met ringen erbij. Die kleine dingetjes ga ik straks op mijn gemak er terug in plakken. Want nu zit de camera ertussen en dan kan ik het niet zo heel goed er recht bovenop kijken. Dus dan ben ik bang dat het scheef gaat. Maar deze kaart komt ook weer op mijn blog. Dus dan kan je zien hoe die geworden is. Ik heb er ook eentje in het rood al gemaakt. Kijk, dat is deze.
En bij deze heb ik de tekst anders gedaan. Want hier heb ik als het ware een gat gemaakt in in die groene kaart. Maar bij deze heb ik de tekst uitgestanst en die erbovenop geplakt. Als ik hier het zou doen zoals met die andere kaart, dan zou je natuurlijk een rood tekst zien. En ik heb hier dus uit het vanille karton heb gefeliciteerd gestanst en hier opgeplakt. De rood, wat ik hier gebruikt heb, dat is de kerstrood. Alle gebruikte materialen komen trouwens in het blogbericht. Daar kan je ze aanklikken, zodat je ze makkelijk kan vinden in de webwinkel. Even kijken, dan had ik hier ook nog de stans liggen van Liefs. Even deze stans, er zit ook nog een heel klein hartje bij. En er is ook eentje met, die had ik hier ook. Dit is die van Liefs. En er is ook eentje met Van Harte. Het kijkt nu een beetje lastig omdat hij een spiegelbeeld op de verpakking zit. Maar hierachter zie je hem uitgewerkt. En hier, het is dus Van Harte. En deze ga ik ook stansen. Nu gebruik ik Easy Connect tape. Die tape, misschien ken je het wel, dat is een soort dubbelzijdig plakband, maar dat is veel breder. Het is in drie verschillende breedtes. En dat heb ik hier aan de achterkant van mijn vanillekleurige kartonnetje gedaan. Even kijken, en dan ga ik deze op leggen. Deze twee stansen kun je straks uiteindelijk zo op elkaar leggen. Nou ja, ik zal het doen, dan is het makkelijkste te zien wat dan het resultaat is. Ga ik ook weer even stansen. Ik schuif heel even de camera op, want ik denk dat hij net heel erg bewoog omdat hij tegen de tafel aan stond. Ik ga hem even stansen, dus even buiten beeld, omdat anders hier zo vol wordt onder de camera. Kijk, nu heb ik hem uitgestanst. En dit is dan een soort sticker. Er zit dan zo'n beschermlaag achter. Die kun je er afhalen als je hem op de kaart gaat plakken. Maar ik ga ook nog deze uitstansen. Uit groen karton. Dit is mosgroen, een hele mooie tint groen, een natuurlijke tint groen. Dan leg ik deze stans op, plaat erop. Dan doe ik hem ook weer door de machine. Bij tekststans is het vaak handig om even uit te proberen hoe je hem het beste door de machine kunt halen. Of je hem het beste in de lengte of in de breedte kan leggen. Straks met andere stansen ook handig. En soms dan werkt de ene op de andere manier juist weer prettiger. Nou, deze is dus wat gedetailleerder dan die. Als je op elkaar legt, dan krijg je dus een stans met een soort schaduwrand erachter. Of een wat bredere rand helemaal rondom. Zo. En die plak je hier dan op. Het is natuurlijk een sticker, dus hij plakt uit zichzelf. Nou, een puntje op de i nog. Die zit hier nog. Zo. Ik heb hier ook nog een stansje van het hartje. Dat zit ook in de verpakking erbij. Ik weet niet of ik die ga gebruiken.
Ook hier even bij de hand. Even kijken. Dan had ik hier al een kaartje gesneden. Ook weer van mijn vierkante kaart heb ik een stuk afgesneden. Zodat het een rechthoekige kaart wordt. En deze keer heb ik de vouw aan de bovenkant zitten. Dan ga ik deze dus opplakken. En ik had ook al een plaatje voorbereid. Dit plaatje komt erop. En daar heb ik al een stukje karton achter geplakt. Dat is ook weer vanillekleurig. Dat is een klein stukje groter, dat steekt dan mooi ertussen uit. Ik gebruik dubbelzijdig plakband en lijm. Even een stukje in het midden, zodat hij direct vast zit. En rondom wat lijm. Hierop. Even kijken waar komt die. Hier zo'n beetje. Even de plaatjes hier ook nog liggen. Ja, hier. Zie je, ik doe hem verkeerd som. Kijk of ik deze nog los kan krijgen. Die lagen ertussen gemoeten. Praten en breien, hè? Dat kan ook niet tegelijk. Nou, eens kijken. Heb je dit ook wel eens? Vast wel. Valt mee. Zo, nou toch maar even een hartje erbij. En die doe ik van de vanillekleur. Ik zal twee hartjes doen. Dit is ook weer een leuke kaart voor Valentijnsdag. Er zit natuurlijk ook dat Easy Connect tape achter, dus dan heb je zo een stickertje. Even kijken, waar zal ik die plakken? Zo, een beetje erbij.
Ik zie dat jullie ook hartjes geven op Instagram. Kijk, een paar hartjes erbij. Dan wil ik nog wat laten zien wat je nog meer met die van hartenstans kan doen. Ik zal het hartjesstansje even opruimen. Want je hoeft hem niet per se in de vouw te doen. Ik heb met deze stans nog niet gedaan, maar ik heb het met die. Er is ook eentje van fijne feestdagen. Of nee, wat staat er ook weer op? Ja, fijne feestdagen. En dan heb ik het wel op deze manier gedaan. Nou, ik leg hem een stukje vanaf de onderkant. Zo. Deze even uitstansen. Afhalen. Al die tussendingen ertussenuit. Ga ik hem hierbij, waar dus die E stopt, dan ga ik hem afsnijden. En dan ga ik hem ook vanaf dit punt, ga ik hem daar eraf snijden. Ligt hier recht. En dan moet dat kleine stukje er nog aan. En dan heb je dus zo de tekst met van harte. Daar kan je eventueel nog een kleurtje achter doen als je dat leuk vindt. Ik heb hier bijvoorbeeld rood. Dan kan je dan weer een stukje rood eventueel achter doen. Of je doet het rood aan de binnenkant van de kaart. Dat is ook leuk. Dan kan je er een beetje doorheen kijken, maar heb je toch dat rood. En als je nou vierkant wil hebben, omdat je er een stukje af hebt gesneden, moet je even opmeten hoe breed die uiteindelijk geworden is. Even kijken. 13 centimeter. Ga ik een 13 centimeter snijden. Daar kun je ook de blok op je mat voor gebruiken. Deze grote blokken zijn 5 centimeter en die hele smalle die zijn 1 centimeter. Dus 2 van die grote en 3 van die kleintjes is 13. Zo makkelijk dat die 13 is. En dan snij ik hem hierbij af voor het vierkant. Had ik al een beetje rekening mee gehouden hoor. Als je de tekst te laag doet, dan gaat dat natuurlijk niet. Zo.
dan heb je een vierkante kaart met onderaan de tekst van harte. Zal ik daar die rode even inplakken. Ja, zo is die ook weer die ding. Of hij goed is. Ja, die past erin. Hey, ik zie dat Eline meekijkt. Hoi Eline. Ja, ik had ook heel graag met jouw nieuwe stans gewerkt vandaag. Van de bijtjes. Misschien hebben jullie die nieuwe stans wel voorbij zien komen. Maar die zijn zo hard weggevlogen, laat ik dat maar zo zeggen. Dat ik heb ze niet meer. Ik moet nog even geduld hebben. Ze komen geloof ik eind februari of halverwege maart komen ze weer binnen. Dus daar ga ik ook nog een keertje mee aan de slag, Eline. Ik vind ze zo schattig, je bijtjes. Maar daar moeten we nog even geduld mee hebben. Dus zo kun je de stans ook gebruiken. Even kijken, heb ik daar nog een plaatje voor? Een rood plaatje. Andere bakje. Even kijken. Kunnen er drie naast elkaar? Nee, dat past niet. Ik denk dat ik er één of twee ga doen. Dus de bijtjes van Eline houden jullie nog te goed. Zodra die er weer zijn, dan ga ik die ook laten zien. Een beetje slecht zien omdat er een camera in de weg zit. Ik hoop dat ik recht ga. Zo, die ga ik dan hier ergens plakken of daar. Kijken. Zal ik er nog eentje naast doen? Eens even kijken. Nou, ik denk dat eentje ook wel schattig is. Die lijm trekt weg hoor, had ik al gezegd. Maar voor degenen die wat later ingeschakeld zijn, dat komt helemaal goed. Kijk, ik had die plaatjes al uitgeknipt. Zijn er meer mensen die zo'n grammofoon
raak je alles kwijt. Handig, hè? Zijn er meer mensen die bakjes hebben met volgeknipte plaatjes? Ik hoor dat wel vaker als mensen op vakantie gaan. Dat ze dan een. Oké, ik heb mijn trommeltjes erop gezet. Dat ze dan tijdens de vakantie alleen maar gaan knippen. En als ze dan later weer thuis zijn, dat ze er dan kaarten mee gaan maken. Dat ze dan al die uitgeknipte plaatjes tijdens de vakantie dus uitknippen. En dan voorzichtig weer meenemen naar huis. En dan later de kaarten mee gaan maken. Er zijn ook mensen die tijdens de vakantie het gewoon helemaal afmaken hoor. Maar er zijn er dus die het alleen gaan knippen. Ik heb deze ook dus al voorgeknipt. Ik weet niet meer wanneer. Ergens op de bank een keer of misschien. Toen ik zat te wachten in de auto bij zwemles. Dan neem ik ook altijd wat te doen mee. Vorm hem even een beetje. Deze komt nog weer bovenop. Oh ja, hier lees ik. Ik doe dat ook vaak en bewaar ze in een bakje. Ja, ik heb hier dus een broodtrommel van Sien, van mijn zoon. Daar zitten, even kijken, oh, daar zitten de plaatjes van de witte rozen in. Ik heb hier nog een andere broodtrommel, daar zitten de rode rozen in. Ik zie me meer broodtrommels hoor. Niet dat jullie denken van, wat moet het arme kind dan met zijn brood? Zo, en dan heb ik dus in dat broodtrommeltje ook nog wat hartjes. Dit zijn uitgeknipte hartjes, dus niet die gestanste hartjes, maar uitgeknipte. Zit ook op het knipvel erbij. Weer een kaart. Ik zal even de kaarten laten zien die ik inmiddels gemaakt heb. En die komen dus ook op mijn blog. Misschien dat ik her en der nog wat dingetjes aan toevoeg of verander. En wie weet heb ik nog meer zin. Maak ik straks nog even een kaartje als de camera uit is. Zodat ik het allemaal wat beter kan zien. Met mijn neus er beter bovenop kan zitten. Ik heb dus deze gemaakt. Met de teksten hier aan de onderkant. Je kan hier dus doorheen kijken. Deze met de tekst van Liefs. Die heb ik hier trouwens ook nog voorbereid in het rood. Daar ga ik straks dus nog even mee aan de slag. Kijk, als je die dus hier doet. Die daar. Dan heb je een heel ander idee. Maar misschien maak ik er weer wat anders van. Het zal je op mijn blog vanzelf voorbij zien komen. Even kijken. Deze had ik al gemaakt. Dus die heb ik niet nu gemaakt, maar... Dat had ik al gedaan.
En deze heb ik ook zojuist gemaakt. En deze tekst, die pop-up tekst, is dus ook met een kersttekst, fijne feestdagen. Dus als je al bezig bent met de kerstkaarten, klinkt misschien nu een beetje ver weg de kerst, maar ik weet dat er heel veel mensen alvast kerstkaarten maken elke week, dan ja, is ook een leuke tekst om te gebruiken. Nou, dat waren de kaarten. Dank jullie wel voor de aandacht. En ik denk dat ik de volgende keer weer live ga. En voor die week daarna moeten we even kijken of dat gaat lukken. Want dan zijn we natuurlijk in Den Bosch met de knotsgekke kaartendagen. Maar wie weet dat ik vanuit de bed and breakfast dan wel weer live kom. Maar ik denk dat ik dit erin hou op de donderdag. Dat bevalt me wel. Dus nou, fijne avond verder en tot de volgende keer. Doeg! Oh, en vergeet niet nog even mee te doen met die winactie voor de kaartjes van de knotsgekke kaartendagen. Dat vind je hier ook op de pagina van mijn hier op Instagram. Maar je kan ook op Facebook meedoen. Dus je kan ook 2 keer meedoen. Nu heb je 2 keer kans. Nou, tot ziens. Doeg. Ik ga deze opslaan en bewaren. Dus je kan hem ook weer terugkijken. Doeg.